Morning YouTube, yo gasten, welkom bij Team Dief. Ik ben Jeff en vandaag de nieuwe map pack van Black Ops 2 natuurlijk. Oké, we gaan het gewoon lekker spelen. Er is heel veel vraag van geweest. Jeff, kan je voor ons eens een keer die nieuwe map pack downloaden? Nou, vorige keer had ik hem allemaal gelivestreamd, de hele avond was ik die nieuwe map pack aan het spelen. Nou, daar had ik nou totaal geen zin in. Dus ik had zoiets, nou weet je wat, ik ga hem gewoon lekker live spelen. Het stikt nu alweer van de snipers. Van de week had ik al gespeeld hoor, bij Podina thuis. En ja, toen ik zoiets, nou, de nieuwe mappen zijn op zich wel te spelen. Vooral die map in Amsterdam. Die was wel goed. En ja, ik had zoiets, nou weet je wat, we gaan het gewoon doen. Kom op, sterf. EMP. Nou is hij al dood. Mooi, ben jij aan het doen? Sterf! Maar lekker. Hunter killer drone inbound. Be advised, hostile UAV. Meen je niet, hè? Dat ik die maar niet ziet, zeg hij. UAV inbound. Even pleit hier. Ze zitten vaak aan de buitenkant van de map hier al. Hier kan ik niet door, Jeff. Dus vandaar dat ik ook even de buitenkant ga opzoeken. Jij bent voor mij, wou ik zeggen. Even zien hoor, die spans die flippen constant. Even kijken. De minimap zag ik hem. Maar het is even broed, want normaal gesproken weet je de minimap en dan weet je ook precies waar ze lopen. En nu is het gewoon van, je ziet hem wel, maar je bent gewoon even aan het zoeken. Losing C. Huppatee. Even wat sneller dat ding. Maintain current posture. UAV on standby. Nee, wat faal! Oh! Enemy took Charlie. Wat loop ik te kloten, joh. Ja, ik heb een nieuwe controller en het is een beetje wennen ook, maar ik aimde nou wel heel erg, broer. Dus even zien, waar zitten jullie campertjes? Nou, wel mag zijn, leeft niemand geraakt. Wel lekker. Nou, een keer wel raak schieten, maar als ze niet doodgaan. Was Bravo, dat is ongeveer daar. Hostile UAV above. Hier zit ze ook heel vaak bovenop met zo'n kutsniper. Securing C. Even kijken, want ik ken deze map niet. Daar zit er eentje bovenop. Jou heb ik ook. Mijn wapen leeg, ook wel lekker. Oké, nou gaat hij weer. Hier op deze rand, hier achter mij, zit ze ook heel vaak. Friendly UAV inbound. Daar wel. UAV on standby. Dus even zien nog. Counter UAV on standby. Dankjewel. Friendly counter UAV inbound. Securing C. Friendly UAV inbound. Nou, dan wil ik ook wel even meegenieten van die cat. Loop even om. Losing B. Kut, waarom mis ik hem nou? Oké, lekker orbital. Daar hebben we het aan. Friendly UAV inbound. Eerst tenminste zien lopen. Losing Alpha. Even kijken, waar hangen ze uit? Waar hangen jullie uit, heren? Spawnen weer in mijn rug. Dan gaan we weer terug naar die kant. Wordt weinig gelopen door de tegenstanders. Kut, waar moet ik eruit hier? Ja, ik zat niks te doen. Even zien. Mission clock about to expire. Step up. Gaat op zich niet eens heel slecht. Maar waar zitten ze nu? Ik heb toch het idee dat ze een beetje hier al zijn, zo direct.
Dus dat teammaat, die zit er bovenop. Al die gasten zitten er bovenop, jongen. Dat is echt niet normaal. Het valt me echt heel erg op dat het... Kijk, nou spannen ze per se. Nee, ik ben hem nog killen. 9-2. Ja, iedereen lieft gewoon, jongen. Die fucking teammaten. Als het maar even slecht gaat, dan gaan ze er meteen uit. Ze gaan niet eens proberen te flippen of zo, dat handicaps hebben. Nee, ze gaan liever gewoon liever dan. Maar goed. Ja, wat vind ik nou eigenlijk van deze map? Ik vind het op zich wel een hele leuke map om te spelen. En het is meer, weet je, het is niet echt een snijmap, vind ik. Het is meer close, hoe noem je dat? Close combat. Dan van die sniper maps, weet je, die zo open zijn. Orbital VSAT online. Orbital, oh, we hebben Orbital. We hebben Orbital. Oh nee, niet, we hebben Orbital. Be locked down. Securing C. Komt er weer een. Friendly VTOL in de rug. MQ-27 Dragonfire deployed. Daar heb ik mazzel aan. All flags secure. Hold your positions. Even die map dichtgooien, hoef ik niet constant te blijven lopen, want ik heb Ghost aanstaan. Als je Ghost aan hebt staan, dan moet je constant blijven lopen om niet op de kaart te komen. Daar zitten ze en ze zitten weer achter me. Weer daar bovenop. Nou, die is al dood. Er komen toch wel wat teammaten bij, of tegenstanders bij, laat ik het zo zeggen. Friendly UAV inbound. Even kijken. Kom op, want ik wil ook weer mijn orbital halen. Moet niet doodgaan natuurlijk. Teammaat! Kijk, dan flipt hij weer en dan komt er ook gewoon omdat we drie vlaggen hebben. Dat is niet goed. Die span is meteen weer weg. Headshot, bitch. All flags secured. Hold your positions. Oké, ik denk dat dat de span is naar die inbound. Spawn. On your feet. Losing alpha. Dankjewel. Die loopt weg. We gaan er achteraan. Dat was jammer. Securing A. Losing Charlie. Kom op jongens, even gauw aan erbij. Dankjewel. All flags secured. Maintain current posture. Orbital VSAT awaiting orders. Oh. Orbital VSAT online. Losing Charlie. Oké, nou mijn teammaat moet ook nog gauw even een orbital in. Het gaat niet eens zo heel slecht. 14-2. 5 caps, 3 defense. Ja, ik ben geen MVP, maar ja goed. Het gaat gewoon ook om dat jullie de map een beetje zien. Het is wel een beetje een klote map om te spelen, dat vind ik dan wel. Want je hebt overal, weet je, je kunt overal achterlangs lopen. Het is heel vol, laat ik het zo zeggen. Het is een hele volle map. En ja, ik zou zeggen, speel hem gewoon eens en laat gewoon even jouw reactie achter in de comments wat jij van de map vindt. Ik zou zeggen jongens, bedankt weer voor het kijken. Vergeet geen duimpje omhoog te doen natuurlijk. En dan spreek ik jullie later. Ciao.